Ik begrijp dat het inmiddels ook weer zo is dat we in de lucht zijn. Nou, dan kan ik de vergadering ook openen, denk ik, gevierd. Nou, dan is de vergadering van de commissie, de allereerste commissievergadering van de bestuursperiode 2018-2022 van de gemeenteraad van Coevorden, wat mij betreft, nu geopend. Toch nog best een aantal punten. Van de orde misschien ook nog even één opmerking vooraf als het gaat om het raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Dat is wat het is. Wat het zegt dat het is. Een voorstel ter afdoening van de ingekomen stukken. U krijgt als raadsleden heel veel stukken. Ook stukken die u langs andere weg dan de raadsagenda bereiken. Daar gaan we natuurlijk helemaal dan niet over. Dat is uw eigen goeddunken wat u daarmee wilt. Maar bereiken u in ieder geval ook stukken die aan de gemeenteraad van Coevorden zijn gericht. Een andere aanhef kennen, maar duidelijk bedoeld zijn voor u als gemeenteraad. En dan mag u natuurlijk verwachten dat die met een ordevoorstel onder uw aandacht worden gebracht. En dat is een ordevoorstel zoals nu voor ligt als afdoeningsvoorstel van de ingekomen stukken. U treft meestal, zoals nu vanavond ook alleen maar, een categorie aan ter kennisname. Maar voor het overige kan daar natuurlijk ook een andere categorie bij zijn, namelijk bijvoorbeeld de suggestie dat het verstandig lijkt om het college u een advies voor te leggen, te laten leggen over hoe met de betrokken brief het beste kan worden omgegaan. Nou, dat wordt natuurlijk ambtelijk voorbereid en dat kan natuurlijk aanleiding zijn om daar inhoudelijk over van gedachten te wisselen, waar dan toch eigenlijk alleen maar over de voorgestelde wijze van afdoening. En dus niet zozeer over het inhoudelijke agendapunt zelf. Het zou wat raar zijn als u allemaal eigenlijk denkt, ja, dit kunnen we best de kennisneming aannemen en vervolgens praten we er toch een half uur over. Dan bent u het aan het behandelen. En dat is wat anders. Dan zou er moeten staan, ja, dat volgende stuk willen we graag in de volgende vergadering terugbrengen ter bespreking. Goed, dat even ter toelichting, omdat dit de eerste keer is dat we een dergelijk agendapunt zien voorkomen voor een aantal mensen. Wel is de afspraak dat mocht het ingewikkeld zijn om het goede afhandelingsvoorstel te bepalen omdat u nog wat informatie mist, dat dat natuurlijk wel aanleiding voor een vraag kan zijn om inderdaad u te helpen de conclusie te trekken, is dit de juiste wijze van afhandeling dan ook voor dit onderhavige stuk. U treft ook vanavond een aantal agendapunten aan, vanaf 6, dus 7 en verder, die te maken hebben met onderwerpen die op uw verzoek vaak zijn geagendeerd, dan wel gewoon vanwege de voortgang van een aantal dossiers van uw besluitvorming vragen. Goed, dat eventjes in de vorm van mededeling vooraf. Het is mooi om te zien dat we ook echt helemaal voltallig hier zijn. Er is een verzoek binnengekomen om, als we de agenda hebben vastgesteld, ook van het inspreekrecht gebruik te mogen maken. Maar het onderwerp waar het verzoek op betrekking heeft, dat staat al gemakshalve vooraan in de bespreeklijst. Dus dat is soms wel een aandachtspuntje om te kijken van, willen we dan de inspreker aandoen om de hele avond te moeten wachten op de behandeling van het onderhavige agendapunt. Goed. Kunt u instemmen met deze agenda? Ja? Al dus vastgesteld. Dan het inspreekrecht, agenda punt 4. Meneer Roos heeft zich gemeld als inspreker voor vanavond en hij weet hoe het hier werkt als oud-collega. Dus ik geef hem graag maximaal 5 minuten, Zeno. Dat weet je misschien ook nog wel. De gelegenheid om iets te wedden te brengen wat u de Raad van Coevorden wil meegeven. Je mag ook achter het spreekgestoel. Oké. Dit zal ook wel gaan zo. Ik vind het heerlijk dat ik een oud collega van u ben. Ik ben ook burgemeester geweest, maar. Ik wil eerst even beginnen richting mevrouw Driehuis en meneer Zuur. Dat mijn aandeel waarschijnlijk het eerste zichtbare aandeel is naar aanleiding van het raadsakkoord samenlevend. De betrokkenheid van de inwoners, dus wat dat betreft, is de spits eraf. Ik wil graag over punt 7 hebben, over de grens. En u heeft een begeleidende brief gekregen over de notitie over de grens, waarin in ieder geval Brest niet wordt genoemd, maar ik breng Brest dan toch maar even naar voren. In het kader van de grensoverschrijdende samenwerking die er in over de grens wordt vastgesteld.
Europark, logistiek. Het zijn allemaal economische aspecten. Andere items zijn toerisme en arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid. En dat gebeurt allemaal over de grens. Wat er ook over de grens gebeurt, is natuurlijk de contacten met Wit-Rusland. En nou ja, ik denk dat u allemaal wel weet, in Wikipedia staat uitgebreid, dat Wit-Rusland nog niet bepaald een democratie is, maar een dictatuur. En waarbij natuurlijk ook gesproken kan worden over schending van de mensenrechten. Ik heb een citaat van Amnesty International. Wat gaat over Wit-Rusland, dat is: president Alexander Lukashenko regeert al sinds 1994 over Wit-Rusland. Wetten die de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering beperken, zijn er nog altijd van kracht. En onafhankelijke journalistiek, mensenrechtenactivisten en minderheden, daar wordt het leven moeilijk voor gemaakt. En politiek gemotiveerde rechtszaken tegen politieke tegenstanders en dissidenten zijn veel voorkomend. Wit-Rusland is het laatste land in Europa waar de doodstraf nog wordt opgelegd en uitgevoerd. Via een nekschot, om precies te zijn. Dat zijn toch allemaal dingen waarvan ik denk van ja, over de grens, dat gaat over de grens. Gaat over de grens van mensenrechten en dan blijkt het een beetje mensenonrechten aangedaan te worden. U bent daar geweest. Het laatste grote bezoek van deze gemeente is in 18 januari 2017. Met onder andere Saxolot. Ik heb ze horen spelen hier bij het afscheid van ambtenaren. Ik vind het een geweldige club. Ze spelen fantastische muziek. Alleen ik had liever gehad dat ze het daar niet hadden gedaan. En het vroegere raadsbesluit, dat ging eigenlijk alleen maar over de economische aspecten. En nou blijkt dan dat er ook culturele aspecten bij zitten. En ik vraag me af of dat conform dat raadsbesluit is. En dit jaar bestaat Brest ook nog een keer 999 jaar. Las ik in Over de Grens. En daarbij staat dan: wellicht biedt de gedeelde geschiedenis als vestingstad in grensgebied een ander aanknopingspunt voor uitwisseling. Zo staat het verwoord in Over de Grens. Een ander aanknopingspunt voor uitwisseling. Dan vraag ik me af, worden er nog andere aspecten gevonden dan alleen maar in mijn ogen de goedgekeurde economische aspecten? In het kader van die relatie met Brest, met het Wit-Rusland, wou ik ook nog iets vertellen over de regenboog. Hij hangt hier net om het hoekje. Ik ben blij dat hij elke dag hangt. En niet alleen maar op een roze zaterdag of wat voor dag dan ook, maar hij hangt hier elke dag. En op 28 februari 2017 heeft de Raad unaniem besloten om een regenbooggemeente te zijn. Daarvan neem ik even een citaatje uit de instelling van die regenboogvlag. Uit het voorstel van activiteiten en interventies voor het uitdragen van Koevoorde als regenbooggemeente. Op roze zaterdag 24 juni 2017, dus nog geen jaar terug, zal de regenboogvlag in Koevoorde worden uitgehangen boven de heren van Koevoorde, ter hoogte van het balkon dat grenst aan de raadzaal. Nou, hij hangt er. Twee raadsleden, mevrouw Nina Jaspersen van de PvdA en de heer Jerry Stoker van het PAK, die het initiatief voor de motie hebben ingediend, zijn bereid om de regenboogvlag te gaan hijsen. En zullen dan toelichting geven op het hoe en waarom van het initiatief om regenbooggemeente te zijn. Meneer Roos, u heeft nog 1 minuut. Ja. Dat is prima. Ik wil eventjes laten circuleren dat ook in Brest men bezig was om een regenboogvlag op te hijsen, maar dat had een iets ander effect. De mensen werden opgepakt en achter slot de grendel. Misschien dat ik het zo doorgeven, dan kan iedereen even zien dat hij niet alleen hangt, maar dat er ook aan getrokken wordt. Nou, ik denk dat die minuut dan nou wel een beetje om is. Bijna. Even kijken wat ik nog heb vergeten. Bij andere stukken. Oh ja, als laatste, dat wou ik eventjes dan als afronding beschouwen. Veel gehoord heb ik vanuit dit gezelschap ook, dat het in gesprek gaan met het gezag in Wit-Rusland
het eventueel aan de orde stellen van mensenrechten tijdens die bezoeken. Dat doet mij nu denken aan de rol van minister Chamberlain tijdens de conferentie van München in 1938. Zijn beoogde effect bleef uit. Inktzwarte lucht was het effect in 1940. Nou, netjes? Ja, met een geringe overschrijding, maar dat heb ik getolereerd zoals u heeft gemerkt. Dank voor deze inspraakreactie. Ik stel u voor om dat te betrekken bij het eerste volgende bespreekpunt, nummer 6. Dan is op verzoek van de PAK-fractie veelvuldig al aangehaald dit onderwerp aan de agenda toegevoegd. Ja, zullen we het zo doen? Dan is daarmee het agendapunt inspreekrecht afgerond, want er zijn geen andere meldingen van inspreken. Dan is agendapunt. Ja, straks bij het agendapunt. Maar eerst vragen we het je agendapunt 5. Er is één verzoek binnengekomen, dacht ik, van de heer Zuur, om gebruik te mogen maken van het vraaguurtje. Heer Zuur, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Het progressief platform De Goede Zaak is enige tijd geleden gestart met een campagne om te bewerkstelligen dat de regels voor het kinderpardon worden versoepeld. Al veel te lang zijn deze kinderen speelbal van de politiek en wachten zij op zekerheid en een thuis in Nederland. De afgelopen maanden hebben al ruim 75.000 mensen via de website van zezijnalthuis.nl hun steun gegeven voor het verblijfsrecht van voor de 400 overgebleven kinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn. De Tweede Kamer nam eerder een motie aan om voor deze groep een oplossing te vinden, maar in het regeerakkoord is deze oplossing nog steeds niet geboden. De campagne richt zich op gemeentes, burgemeesters en gemeenteraders. Zij komen dagelijks in aanraking met deze kinderen en problematiek. En inmiddels hebben 25 gemeentes aangegeven dat zij willen dat het kinderpardon wordt verruimd. Vraag aan de portefeuillehouder. Bent u bereid van onze gemeente een kinderpardongemeente te maken en een brief te sturen naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid die het nemen van maatregelen in dit kader bepleit? Dank u wel. En hoewel de formele vaststelling van de portefeuilles van de verschillende leden van het college nog moet plaatsvinden, ligt het in de reden dat de heer Brink zich nu achter het spreekgestoel te even geven. De heer Brink. Ja, dank u wel, voorzitter. En het is zo dat bevoegdheden voor discretionaire bevoegdheden bij de burgemeester ligt. Dus daar zal ik niet op ingaan. Uw vraag heeft ons even aan het denken moeten zetten, want het is niet een materie waar de gemeente zich regelmatig mee bezighoudt, behalve dan waar wij zo nu en dan een verzoek ondersteunen richting de minister. Geef ons even de tijd om deze materie even ons eigen te maken en ik zal u schriftelijk beantwoorden en als u dat goed vindt, doen we daar alle raadsleden. Ja, dank u wel meneer Brink. Daarmee de vraag adequaat behandeld. Er is ongetwijfeld al even duidelijk gemaakt vorige week, maar dat zal u misschien wel vergeten zijn, dat inderdaad wel een aantal werkafspraken handig zijn voor de mogelijkheid om gebruik te maken van het vraaguurtje. Misschien heeft u dat over het hoofd gezien, maar daar zal de griffie u graag aan herinneren. In ieder geval kunnen we het nu afronden en kunnen overgaan tot raadsvoorstel nummer 6. De voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken. Wenst iemand over dit agendapunt het woord? De heer Zuur en mevrouw Driehuis zie ik in ieder geval. De heer Zuur en anderen. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. U noemde even de eventuele reden van de ingekomen stuk om daar iets over te zeggen. Ja, dat nodigt zeker uit als daarin een voorstel of een vraag verdisconteerd zit. En dat is bij brief 3 het geval. Het gaat over de economische visie Koevoren onderneemt. Er wordt een aanbod gedaan om een themaavond te organiseren. Wij hebben daar eerder als fractie bij het eerdere stuk over de economische visie, wat toen nog meer een procedurevoorstel was, ook al aandacht voor gevraagd om daar vooral ook de raad in actief mee te nemen. Als er iets wordt georganiseerd voor ondernemers, om ook de raad daarbij uit te nodigen, al was het maar om toe te horen. Dus in dat kader willen wij graag volop van harte vanuit onze fractie in ieder geval deelnemen aan bijeenkomsten die in dat kader worden georganiseerd. En themaavond, ik weet dat ze wat moeilijk te plannen zijn, Griffie, in deze tijd van allerlei themaavonden, maar het lijkt me dat deze voor onze gemeente en alles wat voornemens is het nieuwe college te gaan doen, zeker relevant. Dus graag. Helder, dank u wel. Mevrouw Driehuis.
Dankjewel. Nou, allereerst, daar sluiten wij ons volledig bij aan. Maar mijn vraag gaat eigenlijk over brief 6A1, AREA Reiniging. En daar wordt in aangegeven dat AREA de opdracht krijgt om verder vorm en inhoud te geven aan een plan voor samenwerking. En ik wil eigenlijk met klem verzoeken dat wanneer er daadwerkelijk sprake is van concrete plannen, dit dan ook zo snel mogelijk met de Raad te bespreken. Al dan niet met de hopelijk te continueren werkgroepen verbonden partijen. Zodat we in ieder geval op tijd een zienswijze kunnen indienen als dat nodig is. Dank u wel. Ja, de heer Nij. Ja, nou, dan gaan we gewoon het rijtje maar af. Ik zag de heer Nij, maar u, de heer Soppen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even inhaken inderdaad op het verhaal van PAK met agenda punt A1. Ik ben eigenlijk wel in het strategisch beleidsplan staat nu weer aangegeven de samenwerking met andere partijen. Ze willen, of ze hebben in 2015 is dat geprobeerd en dat is toen mislukt met ROVA. En ik ben eigenlijk wel benieuwd van de wethouder hoe die daar toch tegenaan kijkt als AREA toch weer opnieuw met een samenwerkingsverband aan wil gaan met een andere partij. Dank u wel. U stelt nu eigenlijk wel een inhoudelijke vraag. Die verder gaat dan de vraag, vindt u het nou wenselijk om dit nou ter kennisneming aan te nemen? Of wilt u deze brief inhoudelijk en wat dieper behandelen? Dan moet u vragen of u hem niet gewoon inhoudelijk kunt agenderen op een volgende commissie. Want dan hebben we de gelegenheid om er wat uitgebreider over van gedachten te wisselen. Dan zou ik hem wel willen agenderen. Ja. Dat begrijp ik zo. Ja. Ik ga eerst het verdere rijtje af. Maar het leek mij wel passend om op dit moment al even deze kanttekening te plaatsen. De heer Nijenbanning, zag ik ook. Dank u wel, voorzitter. Ten eerste sluiten we ons ook aan bij de heer Zuur gezien de 6A3. Dit voorstel hadden we ook graag willen doen, dus daar sluiten we ons volledig bij aan. En ten tweede zou ik graag nog even over 6A7 willen hebben. De vraag is... vraag behoorlijk bij de punt aan de agenda van de portefeuillehouder. Voor 2018 en 2019 is 3 miljoen extra uitgetrokken om de achterstand in de wegenonderhoud in te lopen. Denkt de portefeuillehouder dat dit gaat lukken? Ja, de wethouder is zo happig om toch een reactie te geven, ondanks het feit dat dit een procedurele behandeling is. Doe maar. Een korte vraag heb ik hem opgevat, voorzitter. Het is inderdaad 2 keer 1,5 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld. En daarnaast een structurele verhoging van het budget. En de planning is om dan in een aantal jaar weer te zitten op het niveau van 2010. En die is inderdaad zo opgesteld dat toen dit vorig jaar aan de gemeenteraad werd voorgesteld... dat daar toen zeker van werd uitgegaan en ik heb op dit moment geen ander signaal dat dat inderdaad voldoende is. Dank u wel. Goed, ik ga eerst even, voordat ik naar de heer Holtis ga, eerst nou even naar de overkant. Anders dan zitten we hier de hele tijd aan mijn linkerkant. De heer Stoker en dan kom ik vanzelf bij de heer Hoedemaker en dan ga ik weer terug. De heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Het gaat over 6A8, de brief in zaken de biovergiftigde Alpenkarkanaal. Er ligt een rapportage onder. Er staat een conclusie en wel uitdagende opmerking waar ik de wethouder wel een vraag over wil stellen. De opgestelde inozen, zoals het heet, ze hebben in vergelijking met andere geurcampagnes minder signaal geregistreerd. Dat is voor mij altijd weer de vraag van, ja, weet je, dit soort opmerkingen in conclusies leiden er misschien toe dat er dan toch twijfel blijft bestaan bij de uitkomst. Naar vragen of de wethouder die zienswijze deelt. En een opmerking in de brief aan de Raad staat opgemerkt dat ook een aantal bronnen mogelijk in Duitsland is gelegen. Wij zullen in dat geval onze buurgemeente verzoeken toezicht te houden en op te treden bij misstanden. De vraag is dan heel concreet, is het bekend dat die bedrijven in Duitsland liggen, welke bedrijven het gaat en welke concrete vragen u dan aan de buurgemeente gaat stellen? Ik wil ook die feitelijke vragen maar eventjes direct afwikkelen, anders krijgen we er straks herhaalde vragen misschien over. De heer Huizing. Ja, voorzitter, wat betreft de conclusie van het onderzoek. Ja, volgens mij is dat een opmerking die voor rekening komt van de onderzoekers die ook inderdaad hebben aangegeven. Van, nou, wij zien bij vergelijkbare meetcampagnes zien we wel grotere uitschieten soms.
neemt niet weg dat die, de conclusie ook is dat daar toch gewoon in een aantal gevallen geconstateerd wordt dat er wel degelijk geuroverlast veroorzaakt wordt door, door de biovergisten. Dus dat is ook voor ons al bij de tussentijdse rapportage aanleiding geweest om te gaan kijken wat we daaraan kunnen doen. Bronnen in Duitsland, daar de conclusie is getrokken op basis van de meting van de e-noses en de op dat moment heersende windrichting. En welke bron dat dan precies is, nou, er zouden een aantal bronnen kunnen zijn. We hebben niet vastgesteld, dat kon ook niet in de e-nose-campagne, welke bron dat zou zijn. Net als het ook bij andere bronnen niet mogelijk is om vast te stellen welke dat zijn. Dus daar wordt in ieder geval voor de Nederlandse bronnen wordt nader onderzoek ingesteld met mogelijke bronnen. En voor de Duitse zullen we ook gaan kijken in hoeverre dat mogelijk is. Dan zag ik de vinger van de heer Soppen naar boven gaan en ik vermoed dat dat te maken heeft met zijn wens om een reactie te geven of om een nadere vraag te stellen op datgene wat net aan de orde was. Dat ga ik niet toestaan. Nee, dat ga ik niet toestaan. Dat merkt u nu, want ik heb die beroemde knop, weet u nog, van vorige keer. Nogmaals, het is bedoeld om even kort, de vraagsteller heeft behoefte om even goed te kunnen duiden, heb ik nou goed die brief begrepen om te kunnen oordelen dat dit de kennisname kan worden afgedaan. We gaan geen inhoudelijke behandeling doen, dan moet u het namelijk voor agendering wensen. En dan besluiten we daar met elkaar over of dat daadwerkelijk de wens van deze raad is. Daar moet u niet over enthousiast op reageren, waarschuw u wel van tevoren, want dan loopt uw agenda binnen de kortste keren hartstikke vol. In die zin sluit ik me aan bij de opmerking die collega Bijl gemaakt schijnt te hebben bij de installatie van zijn gemeenteraad. Probeert u vooral niet alles te lezen en probeert u ook vooral niet alles te willen weten. Dus ik ga absoluut niet toejuichen dat u naar aanleiding van de beantwoording van de heer wethouder op de vraag van de heer Stoker vervolgens een vervolgvraag gaat stellen. Want dan gaan we de bietenbrug op met elkaar. Ik hoop dat u dat begrip heeft. We zijn bij de heer Hoedemaak. Ja, voorzitter. Begrijp ik nou goed dat het college volgens nog van mening is dat, en dan heb ik het over brief 6A10, beleidsregel zonnepark in de gemeente Coevorden, dat het college volgens nog van mening is dat 100 hectare zonneparken voldoende energie levert voor de komende 20 jaar? En waar blijkt dat dan uit? Dank u wel. Lijkt me inderdaad relevant voor de beoordeling van de vraag. Vindt u dat op dit moment genoeg om er kennis van te kunnen nemen dan wel wat anders, meneer Huizing? Voorzitter, of dat voldoende is om in 2040 of zoveel eerder als misschien uit een raadsdiscussie nog gaat komen, om dan volledig energie neutraal te zijn als gemeente, kunnen we nog niet zeggen. Simpelweg om de doodeenvoudige reden dat er meerdere bronnen zijn van duurzame energie, zoals u weet. Dat we wat betreft windenergie straks ook al een behoorlijke slag hebben geslagen. Met die 100 hectare hebben we in ieder geval op inwoners gericht hebben we voldoende energie. Maar mensen hebben ook nog daken zelf. Dus of dat uiteindelijk voldoende gaat zijn, dat is nog volledig onbekend. Maar we denken dat we daarmee in ieder geval nu een eerste aanzet kunnen geven om in stappen daar naartoe te groeien. En volgens mij ligt er een schone taak voor u als raad om ook vooral straks in de discussie te gaan ophalen hoe inwoners en belangenorganisaties erover denken. Moeten we inderdaad meer dan die 100 hectare, ik weet dat één partij zal zeggen, kostbare landbouwgrond gaan gebruiken voor zonneparken? Of moet dat op een andere wijze? Voldoende voor u om oordeel te vellen over de voorgestelde procesgang? Ja. Dank u wel. Dan had ik beloofd dat ik nu naar de heer Holtis zou gaan en dan ga ik daarna naar de heer Bouwers. Meneer Holtis. Ik wil niet alles weten en ook niet alles lezen. Alleen 6A6 staat dat er medio maart wat exacte resultaten bekend zijn van de SVB en de jeugd. Om wat meer duidelijkheid te krijgen over de definitieve resultaten. Ik zou dat dan ook graag willen lezen, want volgens mij is het 10 april. Dan is het stuk wat mij betreft compleet, dus ik zou het verzoek bij deze doen. Mag ik deze stukken alvast in mijn raadsmail ontvangen? De informatie die wordt gezegd dat die nog op komst is, en daar zult u ongetwijfeld spoedig door het college over worden geïnformeerd. De heer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag de heer Sop ondersteunen bij het A1 van AREA om die in de volgende commissie te behandelen. En nog even over
over de geur. Wat nummer was er ook weer? 8. In ieder geval om, ja, A8, de biovergister. Nou, ik ben nog wel van mening dat daar 70% bewezen is dat het van die, de verkeerde lucht, dat die dus echt bij deze biovergister wegkomt. Nou, ik denk toch werkelijk dat daar eens een keer paal en perk aan gesteld moet worden, zodat het eens een keer echt teruggebracht wordt. Dus ik zal het college oproepen om daar nu eens een keer echt te gaan handhaven. Dat is een oproep. Daar heeft de wethouder nota van genomen. Ik kijk verder de zaal rond. Ja, de heer Slomp. Ja, dank u wel. Wat ons betreft ook ondersteuning voor de opmerking van de heer Sappe om het te hebben over AREA. Wat ons betreft zou het gesprek dan vooral kunnen gaan over waarom dat voorstel tot samenwerking of eventuele fusie elke keer maar weer opkomt. Terwijl telkens blijkt dat er geen partner gevonden wordt waarmee voordeel kan worden gehaald en de politiek het in meerderheid steeds maar weer afschiet. Dus enige verbazing van wat ons betreft daar ook wel. Dus dat wordt vast een leuk gesprek. En dan, dan nog enige opmerking over A5. Dat vinden we een hele mooie uitwerking van hetgeen in de nota ondersteuning minima is afgesproken. Die verbreding van de doemeepas. Dus wat ons betreft dat even gemarkeerd. Dank. Ja, ik zag eerst de heer De Heling. Ja, een opmerking over A7, dat is het wegonderhoud. We zouden graag zien dat, dat voor de komende jaren een soort agenda, CQ-kalender, werd gemaakt. Welke wegen worden onderhouden? Er staat nu een agenda voor 2018. We willen graag wat uitgebreider. Oké. Nou, ik denk maar dat de wethouder daar wel iets over kan zeggen. Want we weten vast en zeker dat in de ambtelijke organisatie ergens wel ook wat langere termijn inschattingen bestaan. De heer Huizing. Nee, zeker die langere termijn inschattingen die zijn er. Wordt op dit moment jaarlijks gekeken van welke wegen zijn er het hardst aan toe om onderhoud te krijgen. En daarin wordt uiteraard ook een doorkijkje gegeven voor de komende jaren. Volgens mij kunnen wij zo'n agenda wel delen. Met daarbij wel de kanttekening dat de situatie natuurlijk per jaar kan verschillen. En dat het dus geen hard gegeven is dat een weg die nu voor 2019 op de lijst staat, dat die ook daadwerkelijk dan wordt aangepakt. Want daar kan gewoon bij de schouw in de loop van dit jaar blijken dat een andere weg die voor iets later gepland stond, dat die weer naar voren gaat. Dus dat is altijd wel het gevaar van het delen van dit soort lijstjes. Dat dan misschien ook naar buiten toe verwachtingen worden gewekt van ook dan gaat het dus gebeuren. Dus ik denk dat we even moeten kijken hoe we daar goed een mouw aan kunnen passen. Maar uw oproep om daar wat helderheid in te geven is een hele heldere en denk ik ook een goede. Goed, die informatie kunnen krijgen. Voor de volledigheid voeg ik er nog even aan toe. Hè, dat u natuurlijk het budgetrecht heeft over de totale post wegonderhoud. U gaat niet over de vraag welke wegen worden onderhouden. En dat is maar goed ook. Daar gaat zelfs het college niet over. Want daar hebben we voldoende ambtelijke deskundigheid voor in onze organisatie. Volgens mij komen we daar wel uit als u alle informatie heeft. En die informatie, dat recht heeft u natuurlijk, dat moet volstrekt helder zijn. U mag alles weten wat er in dit huis te weten is. Maar het is ook goed om even goed te kijken naar wie ook alweer waarvan was. Dat voeg ik toch maar eventjes in de allereerste commissie, ga ik nog maar even toe. Ik zag naast de heer Heling, ja, de heer Soppen nog een keer. Ik wil nog even over A5, een aanvulling wat de heer Slomp net zei over de doelmeepas. Onze fractie is het ook belangrijk dat de doelmeepas voor een bredere doelgroep beschikbaar wordt gesteld, zodat deze groep de eenzaamheid kan doorbreken, om een eerste stap te zetten naar een zinvolle besteding van de dag. Op dit moment maken bijna 1000 inwoners gebruik van die doelmeepas. Dat komt neer op een kostenplaatje van 200.000 euro. En mijn vraag aan de wethouder is, kan die de financiële consequenties in kaart brengen voor de verruiming van deze doelpas? Wethouder Brink. Ja, voorzitter. Ik zit even op mijn harde schijf te graven. Maar volgens mij hebben we een inschatting gemaakt van... Want het is een open eindregeling, hè, de doemeepas. Dat heeft niet een vast bedrag. Hebben we die inschatting gemaakt en die zal ik u toekomen, want we hebben hem. Ik kijk verder de zaal rond. Wie nog iets? De heer Zuur.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat om de brief van de voorzitter van de Rekenkamercommissie. Begroting en rekening over het volgend jaar, of 2017, begroot en werkelijk. Dat cijfermatig overzicht roept bij ons heel veel vragen op. Wij zullen dat aan de orde stellen als de Rekenkamercommissie ongetwijfeld voornemens is de fractie te bezoeken. Omdat daar nogal, omdat dat overzicht ja, zodanig is qua begroting en realisatie dat we daar wel de nodige vragen over stellen. Maar die zullen we op dat moment stellen. Oké, okay, helder. Dank u wel voor de vooraankondiging. Mevrouw Vistering? Nee. Mevrouw Siebe? Dank u wel. Ik heb een vraag over, of een vraag, een oproep voor nummer 12. Er werd mij 2 weken geleden gezegd dat ik me vooral moest verwonderen in deze raad. En dat doe ik ook bij die brief. En het voorstel om die 900.000 euro af te boeken, hè, op de vordering van meters beheer. Volgens mij was het een aantal jaren geleden werd er geroepen dat er nog maar 200.000 euro op de rekening stond. En nu wordt er 900.000 euro afgeboekt. En ik wil eigenlijk de wethouder oproepen om, zolang metersbeheer nog niet in deconfiture is, om nog wel aandacht te besteden aan het verhaal van die vordering. Gedurende deze raadsperiode. De heer Zwiers. Ja, dankjewel, voorzitter. Dit verhaal is natuurlijk een geschiedenis. En die geschiedenis die ga ik nu niet herhalen, maar dat zal veel te lang duren, denk ik, in dit geval. Het is zo dat er een beslag lag en dat is eraf gehaald. En vervolgens hebben wij zeg maar, te maken gekregen met het feit dat wij die... We hebben rechters de vordering toegewezen gekregen, maar dat wil niet zeggen dat we kunnen incasseren. Maar dat weet u ook, denk ik. En op het moment dat je dat niet kunt, dan weet je ook dat... Nou, dat het misschien wel lastig wordt. We hebben destijds al een voorziening gemaakt voor het totale bedrag. Dus dat betekent dat we hem al voorzien hadden. We hebben hem nu technisch willen afboeken. Dat is het voorstel. Het is dus gewoon techniek. Dat neemt niet weg dat de vordering blijft bestaan. En wij zullen die vordering dan ook wel in de gaten blijven houden. Dus dat is eigenlijk zoals het dan nu werkt. Dat was ook mijn vraag. Ja. Ja. Dank u wel. Ja, de heer Rotties. U verwondert zich nu al. Ik heb één verzoek. Prachtige woorden. Ik zit de hele tijd op die Wikipedia. Ik begrijp deconfiture is faillissement. Onze toehoorders die snappen het nu al niet meer. Dus laten we het transparant houden. Dank je wel. De achterban van mevrouw Siebe begrijpt het wel. Ja. Ieder vogeltje zingt zoals die gebekt is. U mag zelfs in dialect. We mogen ook in dialect worden. Dat moet misschien ook nog wel een keer gezegd worden. Want we bent hier in Drenthe, daar ben je ook trots op. Hè? Dus, en daar, dat mag je ook met mooie woorden doen. Ik stel voor dat we toch even verder gaan met de voorstel voor afdoening van de ingekomen stukken. Wie wenst nog meer daarover het woord te hebben? Nee? Dan heb ik genoteerd voor mezelf dat er 2 punten zijn die nog een keer terug gaan komen. Dat is de brief over AREA. Ik stel mij voor, laat ik het dan maar zo zeggen, dat we gewoon even dat doen aan de hand van het informatiepakketje, wat ook deels in de vorige raadsperiode nog niet zo heel lang geleden aan de orde is geweest, aan de hand van dat plan, waarover in de brief ook gesproken wordt, dat ook de nieuwe raadsleden even weten van oké, waar vertrekken we deze discussie ook alweer. Dus dat is 1, die komt dus terug. En ik heb genoteerd dat inderdaad de oproep of de suggestie in de brief A3... niet voor kennisgeving is aangenomen door uw raad, maar dat er brede steun is om inderdaad in de vorm van een themaavond daarop terug te komen. Ja? En voor het overige kunnen we denk ik volstaan dan met het inderdaad voor kennisgeving aannemen van de overige stukken. En deze specifieke afspraken, nou, de opmerkingen die gehoord zijn die gemaakt zijn ter onderstreping van een punt, die zijn natuurlijk genoteerd en door het college in ontvangst genomen. Goed, als dat zo is, dan kunnen we daarmee dit agendapunt conform het voorstel besluiten. Zo, niet nog, de heer Zuur. Ja, dank u wel. Ik wilde wel even op wijzen dat we ook in ons reglement hebben staan dat er een verzoek moet komen voor eventuele agendering in een commissie van de partijen die dat wensen met onderbouwing, zodat dat in de agendacommissie behandeld kan worden. Dank voor deze toevoeging. Dat is ook waar.
En we zullen binnenkort denk ik ongetwijfeld op een andere plek met elkaar over van gedachten wisselen of dit soort praktische afspraken ook uw wens is als nieuwe raad. We moeten natuurlijk wel met elkaar nog eventjes delen. Maar goed, dit is wel inderdaad conform de gebruikelijke route die we tot dusver hebben gehanteerd. Dank voor die toevoeging nogmaals. Andere opmerkingen kunnen we dan conform besluiten met die twee amenderingen die ik heb aangegeven. Al dus besloten. Dan zijn we daarmee, dames en heren, bij agenda punt 7. Dat is de zojuist al even geadresseerde brief over de tussenevaluatie van het internationaal beleid. Die brief is op verzoek van twee fracties, de VVD-fractie en de PAK-fractie, nog in de vorige bestuursperiode, toegevoegd aan deze agenda. Daarom geef ik hen ook als eerste de gelegenheid om hier iets van te vinden. Het is op dit punt ook dat ik nog even herinner aan de toezegging van de inbreng van de heer Roos om bij dit agendapunt dat te beschouwen als de inbreng over dit agendapunt. En dat betekent ook dat conform de regels die u heeft vastgesteld als raad over de insprekers, dat u ook de mogelijkheid heeft, meneer Roos, om straks na dat rondje gemaakt te hebben ook nog eventjes uw duit in het zakje te doen. En aan het einde van, van het agendapunt dat ook nog een keer te kunnen doen. Zo was het, geloof ik. Ja, straks. Ja. Ja, vragen stellen, ja. Ja, natuurlijk, u bent geen raadslid hier op dit moment, dus dan, u maakt niet op die manier deel uit van de discussie. Dan had u maar raadslid moeten blijven, tenslotte. Ja. Ja, en die vragen mogen naar andere partijen en naar de portefeuillehouder gaan, hè? Ook van de heer Roos. Zeker. En dat moet misschien ook wel straks als eerste nog even geverifieerd worden. Maar ik begin toch eigenlijk bij de aanleiding van het agendapunt, namelijk het verzoek van twee fracties om dit agendapunt sowieso te agenderen. En dan kan het zijn dat er ook naar aanleiding van de inbreng van de heer Roos behoefte bestaat om de heer Roos te bevragen op zijn inbreng. En dan zal hij ongetwijfeld bereid zijn om daar antwoord op te geven. Dat zal geheel wederzijds zijn. Ja. De heer Stoker als eerste. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter, dat tussenevaluatie internationaal beleid voor deze commissie. Wil jij ook, wilt u ook plaatsnemen achter het spreekgestoel? Oh, dit is de commissievergadering, sorry. Excuus, ja, mijn onwennigheid, ik zei het al. Meneer Stoker heeft het woord. Ja, nou, helemaal goed, voorzitter, dank u wel. Dank dat de tussenevaluatie internationaal beleid voor deze commissievergadering is geagendeerd, inderdaad op verzoek van PAK en de VVD. Over de meeste van de genoemde resultaten en speerpunten is het PAK positief. Ik wil me daarom ook echter beperken tot met name het onderdeel stedenband met Brest. Het college stelt dat sinds de Minsk-akkoorden er sprake is van een meer ontspannen houding in de relatie met Belarus. Dat geldt wellicht voor de iets versoepelde visa-bepalingen, voorzitter, maar niet voor de mensenrechten. Er bestaat een stedenband met Brest in Wit-Rusland en de mensenrechten, de heer Zeno Roos heeft er al aan gerefereerd, die worden daar geschonden. Zo kent het land nog steeds de doodstraf, die ook nog steeds wordt uitgevoerd. Is het u bijvoorbeeld bekend dat in maart 2017 de autoriteiten over heel Wit-Rusland 700 mensen hebben opgepakt tijdens vreedzame demonstraties in het kader van, jawel, de Vrijheidsdag? Is het u bekend dat onder hen meer dan 100 journalisten en 60 mensenrechtenactivisten zijn opgepakt? Is het u bekend dat veel van diegenen die opgepakt zijn geslagen, geschopt of op andere wijze mishandeld zijn? Is het u bekend dat een paar uur voor de demonstratie de politie een inval heeft gedaan bij een mensenrechtenorganisatie Vyazna en daar 58 mensen, waaronder vooraanstaande mensenrechtenactivisten, heeft opgepakt? De heer Zeno Roos die wees daar ook al op. Sinds 2017 is Koevoer voor de regenbooggemeente. En ik kan u vertellen dat de positie van de LHBTI-gemeenschap ook in Wit-Rusland enorm onder druk staat en onveilig is. Ook al heeft het land sinds 1994 wetten waarbij inderdaad homoseksualiteit niet meer strafbaar zou zijn. Zo is er in het najaar van 2017 een zogenaamde wet tegen homopropaganda, net als overigens in Rusland, aangenomen. In die zin kan het volgens ons niet zo zijn dat wanneer je regenbooggemeente bent, dat je hieraan voorbij gaat. En in die zin zeggen wij ook van de politiek gevoelige vraag ten aanzien van de stedenband is in die zin nog steeds actueel, ook al staat er in de evaluatie wat anders. Mijn fractie is van mening dat we zouden moeten stoppen met de stedenband met Brest. Ik hoor graag ook een reactie van de overige fracties, voorzitter, en natuurlijk een reactie van het college. Zeker, dat kan.
En dat zal ik dan doen als portefeuillehouder, dat snap je ook. Ik kijk eerst even naar de VVD als mede-indiener van het verzoek om afwijkend dan het behandelingsvoorstel toenertijd, namelijk inderdaad voor kennisgeving deze tussenevaluatie aan te nemen, heeft u gevraagd om behandeling. Mevrouw Visser. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben als huidige VVD-fractie naar dit document gekeken en wij denken dat het een heel helder en overzichtelijk document is. En zoals u weet zijn wij voorstander van internationale samenwerking, zeker als het gaat om economische en innovatieve samenwerking. En wat ons betreft gaan we dus ook door met dit internationale beleid en ook met de samenwerking met vooral Noordhorn en Brest. Wij zijn juist van mening dat samenwerking leidt, wat ons betreft, tot veranderingen in elkaars visies en politieke cultuur en rechtssystemen. Wat ons wel aan dit document opvalt, is de enorme hoeveelheid verschillende overlegorganen die hierbij betrokken zijn. De GEA, de VNG Europa, de EDR, de EBDD, de GROS, de EU-regio, de Corliab, nou noem het allemaal maar op. Het stikt in de verwonderingstermen maar even te spreken van allerlei vakjargon. Hè? Het stond niet bij Wikipedia, heleboel termen in ieder geval niet. En onze vraag is dus ook aan de portefeuillehouder, is dit altijd zinvol en bestaat er nog wel enige samenhang zeg maar, tussen al deze structuren? Dank u wel, voorzitter. Lijkt me een hele goede vraag. Daar zou ik graag op ingaan zo meteen. Zullen we eerst maar even inventariseren of er een eerste rondje te maken is? Of wilt u meteen een reactie? Andere, ja, volgens mij wordt nu geacht de vragen beantwoord te worden, zodat we het eventueel daarop ook als fracties kunnen reageren. Oké, prima. Ja, dat luister ik ook graag naar de ervaren commissievoorzitter. Allereerst dan ga ik in op de zaken die zowel de inspreker heeft naar voren heeft gebracht als de twee sprekers. Met als eerste misschien toch de opmerking dat het wel goed is om het daar over te hebben. Niet omdat het nieuw is. Laat ik dat ook meteen maar helder maken. We hebben op gezette tijden precies dit gesprek over binnen het internationaal beleid. Dan heb ik het niet over die vraag die net aan de orde kwam. Is het niet een beetje veel allemaal? Daar zeg ik straks nog wel iets over. Maar met name over de vraag of het te legitimeren is dat er contacten bestaan met een land als Belarus. Want helaas, ik zal de feiten niet bestrijden die de heer Stoker zojuist heeft geciteerd, waar de heer Roos ook naar verwijst. Er zijn helaas, en dat geldt ook helaas niet alleen voor Belarus, het land waar zojuist een zeer uitgebreide delegatie vanuit Nederland op bezoek is, de Volksrepubliek China, of een land als Saoedi-Arabië, en zo kun je nog wel een heel rijtje vullen met landen waar buitengewoon betreurenswaardige ontwikkelingen zich afspelen. Daar verschillen wij niet over van mening. En het is goed dat die afweging nogmaals iedere keer wordt gemaakt. We hebben, en dat geeft de nota wel aan, in 2000 besloten, in weerwil van het feit dat toentertijd Belarus ook voor Nederland op de zwarte lijst stond, zal ik het zo maar even zeggen, als handelspartner en er ook gewoon effectief. Had ook te maken met het feit dat Belarus geen grondstoffen kent, anders dan Saoedi-Arabië en China en andere landen als die. Dat er inderdaad ook een vrij normatieve opstelling van de landsregering van Nederland kon worden gekozen. Desalniettemin hebben we toen na overleg ook met een aantal mensen uit het Europees Parlement bijvoorbeeld en andere betrokkenen bij de situatie in Belarus wel overwogen gekozen voor die stedenband met Brest. Laat ik het kort samenvatten vanuit de overtuiging dat als je vindt dat er een aantal zaken anders zouden moeten en het dus zaak is om mensen te overtuigen, dat dat niet lukt door niet met ze te praten. Het is primair natuurlijk zo dat we bij de overwegingen om een partnerstad te vinden in Brest, en dat is toch iets anders dan op landsniveau, ontwikkelingen en relaties aan te gaan, is ingegeven door het feit dat er inderdaad gelijksoortige situatie aan de orde is. Aan de landsgrens, een grensgelegen vestingstad met een directe spoorverbinding van henuit gezien oostwaarts of westwaarts en van onderzijds gezien oostwaarts. Die elkaar in Berlijn, Hannover of Warschau elkaar kunnen ontmoeten.
Met andere woorden, ons dus via die belangrijke Oost-West-as in Europa tot elkaar veroordelen, elkaar in ieder geval verbinden. En het is over de afgelopen jaren zo geweest, en daarom die passage ook in deze tussenevaluatie, dat we inderdaad constateren dat op het internationale nationaal niveau, de verdragen tussen de lidstaten, er inderdaad sprake is van een versoepelde benadering vanuit de Nederlandse regering. En dat men ook ons aanspoort om meer werk te maken van die relatie met de partnerstad Brest in Belarus. Omdat men wel zeker natuurlijk ook niet blind is voor de economische potentie van juist ook die infrastructuur. Die ook voor ons in onze economische agenda een heel belangrijk punt is. Verlogenen we daarmee dan te veroordelen situatie op het gebied van mensenrechten? Geven daarmee een blijk van ondersteuning van die situatie? Nou, dat laatste geen zins. Ik had me erop verheugd om een toekomstig bezoek van een delegatie uit Brest hier op het gemeentehuis bij de regenboogvlag duidelijk te maken hoe wij in onze cultuur omgaan met deze materie, deze vraagstukken. Naar onze vaste overtuiging is dat wel een hele goed te waarderen spin-off van een economisch motief om banden te onderhouden. Waarbij dan inderdaad dan gaat om meer dan alleen maar de vraag of er zakelijk iets te doen is. Maar waarbij er dan ook van belang is dat inderdaad een Saxolot anderen. Bijvoorbeeld inderdaad, zoals wij een keer mensen vanuit de VNG hebben meegenomen op onze delegatie om in Minsk contact te kunnen zoeken met alternatieve presidentskandidaten. Hetgeen zonder onze aanwezigheid daar in het kader van onze partnerstaduitwisseling niet had gelukt. Dat zijn wel de neveneffecten van het feit dat we de stedenband destijds hebben gekozen. En op dit moment dus ook voor kiezen om die stedenband te willen aanhouden. Nogmaals, om in gesprek met elkaar en in een sfeer van onderling vertrouwen tussen twee gemeenten te erkennen waar de verschillen liggen. Maar zeker ook waar de overeenkomsten zouden kunnen liggen en waar de mogelijkheid tot van elkaar leren zich aandienen. En ik zou dus ook zeer verheugd zijn als ons contact met Brest toe zou leiden dat men met ons wil stilstaan bij de vraag, als de stemming in het land nu zo is, bijvoorbeeld ten aanzien van de LBTI'ers, wat kunnen wij dan bijdragen aan het ontstaan van een beter klimaat in Brest om te beginnen en misschien wel als opmaat naar een bredere verandering in zo'n land als Belarus. Het gaat hier niet over nationaal politiek, daar zijn wij niet van. Wij hebben gekozen voor de relatie met één partnerstad daar, maar wel vanwege de potentie die we daar zien voor onze economische ontwikkeling. En we hebben ook de praktijkervaring opgedaan de afgelopen jaren, dat dankzij die stedenband wij inmiddels als gemeente en dus ook als regio aan tafel zitten die tot dusverre en zonder die relatie met Brest niet mogelijk waren geweest. Overleggen tussen ons land op staatsniveau en Belarus op staatsniveau over de nieuwe zijderouteontwikkeling die over Brest in belangrijke mate over Brest Europa bereikt. Waarbij natuurlijk dat een gesprek tot dusver was die tussen op nationaal niveau blijft. En waar wij nu de enige zijn in Nederland die daar bij dat gesprek ook onze invloed kunnen hebben. En onze rol kunnen spelen om te zorgen dat in het ontwikkelen van het beleid men dit gebied niet vergeet. En volgens mij is dat een heel goed te verdedigen economisch belang. En dan probeer dus het nuttige met het nodige te verenigen. Namelijk dat het ook nodig is om stil te staan bij die specifieke aspecten van die Wit-Russische cultuur. Waar op heel veel fronten nog wel wat te verbeteren valt. Dat even als eerste reactie op de vragen. En nog even in de richting van mevrouw Vissering. U mag ervan verzekerd zijn dat we selectief zijn in het uitkiezen van welke tafels op welk moment voor ons ertoe bijdragen. Dat we die
ja, spin-off van die internationale contacten ook hebben. Dat het inderdaad nut heeft, dat het ons beter positioneert op de economische agenda van niet alleen de regio, maar zelfs op een internationaal niveau. En dat doen we door ons zelfs ook in Brusselse kringen te bewegen en daarmee met bijvoorbeeld de verantwoordelijke eurocommissaris, de wethouder van verkeer en vervoer, was daar vorig jaar bij aanwezig en betrokken, de wethouder van economische zaken. Alle portefeuilles hebben eigenlijk wel een aanleiding om op dat moment op de tafels van de Europese Commissie, als het gaat om de beleidsontwikkeling, echt het geluid van de gemeentelijke bestuurslaag te laten horen op een heel directe manier. En dat betaalt zich ontegenzeggelijk uit. Maar dan praten we over veel meer dan alleen maar de stedenband Brest. Dan praten we over het totale internationaal beleid. En dat is echt facetbeleid, zou je vroeger zeggen, wat over heel veel aspecten kan gaan. En dan moet je inderdaad selectief zijn, dat is waar. En ik wil met alle liefde nog een keer de verschillende afkortingen op een ander moment uitleggen. Goed, dat is de reactie op de gestelde vraag. De heer Stoker, misschien in de instantie toch maar. En dan is het, dacht ik, ook de gebruikelijke dat de inspreker ook nog de gelegenheid krijgt om te reageren op de beantwoording. Nou, volgens mij is er ook een vraag gesteld aan de overige fracties door de heer Stoker. Dus misschien dat we, ja, als er geen... Ook dat is waar. Ja, dat we deze vraag dan in ieder geval hebben gehad, zeg maar. Ja. Maar kijk dan toch even of inderdaad de antwoord op de vragen nog aanleiding geeft tot verdere vragen. En dan is inderdaad aan de orde dat de overige fracties natuurlijk ook hun inbreng kunnen hebben op dit agendapunt. En die behoefte bestaat er zeker. Zeker denk ik ook bij de heer Zuur. En ik zie ook de vinger van de heer Bouwers en de heer Hoedemaker. Ja, dank u wel, voorzitter. Goed dat we hierbij stilstaan, want het is niet vanzelfsprekend dat je met zulke soort landen maar allerlei dingen gaat doen. Wat dat betreft vonden wij wat in het memo in de tussenrapportage staat goed van opbouw en inhoud. Wij willen daar, wij staan er ook achter en we willen daar nog wel aan toevoegen dat een dictatuur, om maar even een term te gebruiken, nog nooit is gevallen dankzij de bovenkant, maar vooral ook dankzij de inspanningen aan de onderkant. En als wij daar, zij het, een bescheiden bijdrage aan zouden kunnen leveren door ook nu weer daar gewoon open en transparant over onze standpunten te kunnen spreken, dan zou ik dat, zouden wij dat als fractie heel mooi vinden. Wij zien de nadruk gelegd in de economische kant en wat we daarbij aan invloed kunnen aanwenden op andere gebieden. Daar zien wij zeker het nut en de noodzaak van in, ook om daar te pogen, al is het maar een klein beetje te proberen verandering te krijgen. Maar dat het steeds wordt afgewogen, dat lijkt mij een hele goede zaak. Maar laten we de weg naar Brest wat dat betreft open houden, zouden wij wensen. Dat is een onderdeel van de wereld. En als wij, dat is niet om te bagatelliseren, maar als wij zo gaan acteren met onze activiteiten als handelsnatie en als handelsstad Koevoorde, dan denk ik dat we op een heel klein eilandje moeten gaan zitten. Nogmaals, ik wil het zeker niet bagatelliseren. Het is goed dat dit, deze toelichting er is en dat dit gesprek plaatsvindt, deze discussie plaatsvindt. Dank u wel. Dank u wel. Ik zal de heer Roede maken. Ja, voorzitter. Economie en internationale samenwerking zijn volgens mij een belangrijk ding. En enig opportunisme is mij wat dat betreft ook niet vreemd. Maar dit is toch wel een hele gortige situatie. En mensenrechten zijn echt onvervreembaar. Het verdedigen van grondrechten voor minderheden is toch, denk ik, een van de zaken waarop onze democratie gegrondvest is. Dat is een groot goed. Stoker refereerde aan de Wit-Russische wet op de homopropaganda. U kunt op YouTube kunt u de vreselijke zaken zien die zich daar afspelen. Het beëindigen van de stedenband met Rusland is wat ons betreft een juiste. De heer Bouwers. Nou, volgens mij is dat niet de juiste manier om, om dit te beëindigen. Dat zou bijzonder jammer zijn. En ik denk dat het net goed door de burgemeester is uitgelegd. Kijk, als je contacten verbreekt met dit soort steden en dit soort regimes, dan weet je zeker dat je nooit meer wat hoort. Dat je
En er zijn genoeg staten waar wij nooit van horen. Toevallig heb ik van de week ook nog een paar van dit soort staten gelezen wat er allemaal gebeurt. Maar verder hoor je er niet van. En er is ook geen enkel Europees land die daar naar enige betrekking heeft. Dus het is allemaal jammerlijk wat daar gebeurt, ook in Brest, in Wit-Rusland. Maar ik zal ervoor pleiten om de contacten aan te houden en proberen gewaar te worden wat er gebeurt. En dan in de gesprekken die dan in Brussel en overal plaatsvinden, om daar je voordeel mee te doen. En ik denk dat dat de toekomst is. Als je wat verbreekt, is het over en uit. Anderen die hierover het woord willen voeren? Ja, heer Slomp. Ja, dank u wel. Ja, mijn fractie is, die discussie in Stedenbrand Brest is vele malen gevoerd, zowel in de Raad als ook binnen de PvdA. In feite hebben we in onze beleving een soort low-profile stedenband met Brest, gericht op economisch-logistieke belangen en een bescheiden culturele uitwisseling. Alles wat bijvoorbeeld Stoker en Roos zeggen over Wit-Rusland is waar, denk ik. Maar Brest is niet Wit-Rusland. Wit-Rusland, volgens ons moet een scheiding worden gemaakt tussen land en stad. En wij denken dat met name een bescheiden culturele uitwisseling en een uitwisseling op het niveau van het bestuur van de gemeente prima te verantwoorden is en ook meer brengt dan kost. Je kunt hier denk ik als Koevorden met prachtige, wat linksige symboliek zo'n stedenband afschieten, maar dat brengt de mensen in de stad Brest helemaal niets, is onze overtuiging. Dank u wel. Dank u wel voor deze bijdrage. Ja, die boy. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij willen er wel wat over zeggen, maar nu even niet. Laat ik het zo zeggen. Ik neem aan dat er fracties zijn die het ongetwijfeld inderdaad verder willen bespreken. Of niet? De Raad is baas over zijn eigen agendering, maar er is nu een aanleiding gevonden in de brief over de tot stand gebrachte tussenevaluatie. Dus dit is op zichzelf wel een logisch moment om het in ieder geval nu even over te hebben. Ik kan me ook voorstellen dat u zegt, nou, daar willen we nog wel even wat verder in verdiepen, want het valt ons wel een beetje rauw op het dak. Dan moeten we daar gewoon een nadere afspraak over maken. Maar dit zou op zichzelf nu wel een logisch aanknopingspunt kunnen bieden. Ja, voorzitter, wij willen ons er in ieder geval meer in verdiepen. We hebben in de fractie afgesproken dat we in de fractievergadering voorafgaande aan de raadsvergadering daar discussie over willen hebben binnen onze fractie eerst. En dat we het dan graag over willen spreken in de raadsvergadering. Voorzitter. Ja, yes, u. Het komt niet als de ingekomen stukken komen normaliter niet in de raadsvergadering. Ze worden in de commissie behandeld of het moet via een motie vreemd aan de orde van de dag aan de orde komen. Zo is het nu geregeld. Kan natuurlijk altijd anders, maar dat is wel de volgorde. Het is een bespreekpunt, hè? Het is geen ingekomen stuk. Nee, zo is het. Het is een ingekomen stuk voor de commissie, maar hij is hier ter behandeling omdat hij van de ingekomen stukkenlijst naar deze uitgebreidere vorm van behandeling in de commissie is gegaan. Niet omdat er een raadsvoorstel ligt, want dat ligt er nou eenmaal niet. Maar wel om de mogelijkheid te hebben om het er met elkaar over te hebben. En dat kan natuurlijk ook de vorm hebben dat u zegt, we willen daar toch eens even wat verder op inzoomen. En ik zeg dat ook omdat in de voorgeschiedenis van dit dossier er was eerder een specifieke oploop, noem het een thema, bijeenkomst of wat anders. Waarin we bijvoorbeeld met mensenrechten specialisten, ik zei al, Europarlementariërs hebben hier ook wel eens aan tafel gezeten. We hebben een Nederlandse honorair consul die in Hollandse Veld woont. Die heel veel ervaring via Rusland kinderhulp heeft met het regime daar en wat je daar kan tegenkomen. Als de suggestie is, en dat beluister ik een beetje, van nou, wij hebben wel behoefte om daar nog eens eventjes te kijken of we daar niet verstandig aan doen om daar nog wat meer op in te zoomen. Dan ben ik natuurlijk vanzelfsprekend graag bereid om dat te faciliteren. Ik zou inderdaad graag verder op in willen zoomen, wat in verdiepen en ons daarna erover uitspreken. Prima. Dan is dat misschien wel het beste, mevrouw Vistering. Ik denk, meneer Stoker heeft toch echt een oproep gedaan naar alle fracties om een reactie te geven op dit stuk.
En ook naar meneer Roos toe denk ik wel dat het goed is dat wij als fracties in ieder geval reageren wat ons standpunt hierin is. Voorzitter, ik denk dat meneer Roos geen enkel bezwaar erin heeft dat de fracties zich verder in verdiepen en dat daar nog een mening over dit onderwerp tot stand komt. De heer Roos heeft recht op een laatste commentaar. Hè? Bij de afsluiting van het agendum, hem kennende, zal hij dat ongetwijfeld willen benutten. Ik ga nog even, maar u, natuurlijk staat u vrij inderdaad om daar nu ook al het een en ander van te zeggen. Maar, ik heb er ook begrip voor als er tot de conclusie wordt gekomen dat er op dit specifieke punt wel behoefte bestaat om nog even wat verdieping te plegen. Dat mag een reactie zijn. Meneer Slomp? Ja, voorzitter, ik wil u daar graag van harte in ondersteunen. Ik kan mij met name die bijeenkomst met de honorair consul in het verleden nog wel goed herinneren. En die informatie die daar gegeven wordt, die wil voor veel mensen toch een heel ander licht op de zaak. Wat dat uiteindelijk ook een heel andere beweging rond dit punt leidde. Dus ik zou daar zeer voor willen pleiten. Helder, dank u wel. Ander nog, meneer Zuur. Ja, en dank u wel, voorzitter. Het blijft een ingekomen stuk. Dus het gaat zeker niet door naar de raadsvergadering zoals we de regels nu hebben vastgesteld. Klopt. We hebben het nu over een andere vorm van behandeling van het thema, zeg maar. Ja. Dus ook. Ja, voorzitter, even voor mijn beeld betekent dat we, willen we het op de raadsvergadering geagendeerd krijgen, dat ik nu een motie moet gaan aankondigen, zodat je ook daadwerkelijk in de raadsvergadering geagendeerd gaat worden en de BBC-fractie tijd heeft om zich erin te verdiepen? Dat is een vraag. Nee, u heeft ten alle tijden over elk onderwerp de mogelijkheid om bij motie de raad tot een uitspraak te verleiden. En dan hebben we als dan een discussie over wat de motie behelst en wat u niet behelst. Nou goed, en dan moet u zelf de afweging maken wanneer u dat een passend tijdstip vindt. En wanneer u het gevoel heeft dat u mede-raadsleden voldoende gelegenheid heeft geboden om zich inderdaad wat te verdiepen. Helder. Wat mij betreft dan nog één laatste opmerking in de richting van de heer Hoedemaker. Want wat hij zei over de mensenrechten, dat sprak mij wel aan. Maar dan, het is misschien wel goed om dat nog even te benoemen. Ik ben lid van de Nederlandse delegatie naar de Raad van Europa. Daaronder resorteert het Hof, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Raad van Europa, 47 landen, staat ook iets over in het stuk. Ja, het gaat vooral over de rechtsstaat, de rechtsstatelijkheid, de normatiek, hè, de wetten en de normen en waarden die we hanteren, de kwaliteit van de democratie en inderdaad hoe het met dit soort elementaire rechten van de mens staat. Dus ik voel mij bijzonder gemotiveerd, daarom zeg ik dat. Om vanuit die positie, die men in Brest ook kent van mij, en je zou kunnen zeggen om die reden ook verwacht, dat bij uitstek ik degene zal zijn die vraagstukken, als hier bedoeld, over de LGBTI's, over andere thema's die te maken hebben met de positie van alle soorten minderheden. U heeft voorbeelden genoemd, en nogmaals, ik ben begonnen te zeggen, ja, dat is allemaal waar, ik zal dat niet ontkennen. En helaas is Belarus niet het enige land, maar hier hebben we nou bij uitstek een mogelijkheid om deze thematiek in een vertrouwelijke sfeer, want zover is de relatie inmiddels wel gegroeid, men vertrouwt ons, ook al hebben wij een volstrekt voor hen misschien zelfs wel in instantie onbegrijpelijke positie in bepaalde dossiers. Het grote voordeel is wel dat alleen door het erover te hebben en het te kunnen relateren aan het werk wat wij ook elders doen, ik doe dat dan toch ook met een koevoerder pet op, ook op al die andere terreinen waarvan we kunnen proberen verbindingen te maken die ertoe leiden dat daadwerkelijk veranderingen tot stand brengen. Dus ik voel me niet helemaal thuis bij uw beroep op het punt van ja, vanwege de mensenrechten moeten we hier nu een einde aan maken. Integendeel zou mijn standpunt zijn. Dus dat laat ik nog graag even in de richting van de heer Hoedemaker kwijt. Ik kijk even rond of we daarmee in ieder geval tot het einde van deze bespreking tussen portefeuillehouder en commissie kunnen komen. En tot een afronding van dit punt, want dan geef ik ook de heer Roos nog de gelegenheid om even te reflecteren op datgene hoe er over dit agendapunt is gesproken en waar hij zijn inbreng in heeft gehad. Ja, kunnen we dat zo doen? Zijn we daar nu aan toe? De heer Roos. Oké, dank u wel. Ja, dit is een beetje het gevolg natuurlijk als je een raadsakkoord hebt samenlevend. Dat er dingen gebeuren ja, die gewoon
allemaal wat nieuw zijn. Daar moeten we even allemaal een beetje aan wennen. We moeten ook een beetje aan wennen dat we een oude raad hebben die dit hebben doorgeschoven naar deze groep toe. En een nieuwe raad die dan wat mee moet omliggen gaan, denk ik, op een gegeven moment. Ik vind dat Koever 18 jaar al met dit bijltje hakt. En dat je op een gegeven moment kan zeggen van, nou ja, het elastiek is dan wel op. Als je ziet die foto die ik heb laten rondgaan, die is van 22 december 2017. Dat je kan zeggen, het elastiek is op. Ze zijn daar over de grens gegaan, zoals de notitie ook heet. Het is en blijft natuurlijk een regering die verkozen is, zoals het daar heet, maar die door waarnemers, in ieder geval internationale waarnemers, die hebben dat veroordeeld, want het was gewoon ondemocratisch, niet vrij en niet eerlijk. Ik ben blij dat u in ieder geval met z'n allen over heeft gehad vanavond. En BBC komt nog wel met een standpunt. En ik hoop dat u een verstandig besluit dan neemt als het weer terugkomt tegen ons of als er een motie wordt ingediend. Zo voldoende? Ja, ik lijkt me een mooie afronding, meneer Roos. Goed, dan stel ik voor dat we de agendapunt ook besluiten. Dat is agendapunt 7 dus van de commissievergadering. En overgaan tot agendapunt 8, de ook hier geagendeerde brief van het college over de jeugdhulpmonitor eerste halfjaar 2017. En die is volgens mij geagendeerd op verzoek ook van PAK en de BBC. En dat had te maken met de, dacht ik, vrij verse informatie en uitgebreide informatie die hieronder lag. Dus ik geef graag de gelegenheid om nog even te constateren of die urgentie nog steeds zo gevoeld wordt. De heer Hoge meldt zich in ieder geval om als spreker op dit agendapunt. En dan heeft u wat mij betreft als eerste het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben het hier over de jeugdhulpmonitor eerste halfjaar 2017. Om de jeugdhulpverlening goed te kunnen monitoren is onze fractie van oordeel dat de halfjaarlijkse rapportage eigenlijk eerder beschikbaar moet worden gesteld om op deze manier sneller en beter te kunnen sturen. Aan de wethouder dan ook de vraag op welke termijn de rapportage over het tweede halfjaar van 2017 beschikbaar is. En wat ons betreft in ieder geval op zo kort mogelijke termijn. En blijkt dat niet het geval, dan moeten we kijken of er andere instrumenten zijn die ons eerder kunnen informeren over de stand van zaken van de jeugdhulpverlening in de gemeente Koevoorn. En verder vinden we het wel zorgelijk dat bijna de helft van alle beëindigingen geen reden bekend is. En we zetten vol in op adequate hulpverlening en dat 45% kennelijk afgesloten zonder enige terugkoppeling. En dat vinden we eigenlijk niet acceptabel. Wat is de reden waarom de zorgaanbieders geen terugkoppeling geven? En om een adequate hulpverlening te kunnen borgen, is onze fractie van oordeel dat zorgaanbieders in alle gevallen een terugkoppeling moeten geven waarom trajecten vroegtijdig worden afgebroken. We doen dan ook een appel op de wethouder om de zorgaanbieders hierop aan te spreken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Hogen. En ik kijk even in eerste instantie naar het PAK, want die was ook de tweede verzoeker om dit agendapunt hier terug te laten komen. De heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Volgens mij heeft de heer Hogen prima verwoord wat wij de vorige keer ook in besproken hebben. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat het van belang is dat we gewoon alle cijfers, de complete cijfers over 2017 moeten krijgen. Dus in die zin sluit ik me aan bij de vragen die zojuist gesteld zijn. Dank meneer Stoker. Dan kijk ik naar de portefeuillehouder. Nee, ik eerst natuurlijk even de rest van de raadsfracties nagaan. Die hadden geen aanleiding om het hier te agenderen, maar het kan wel zijn dat er wel vragen zijn. De heer Oudeboom. Ja, wij sluiten ons volledig aan bij BBC en PAK. Dank, de heer Blanke. Dank u wel, voorzitter. Allereerst zijn we wel blij dat er eindelijk een keer iets van de jeugdhulpmonitor hier terecht is. Want dat heb ik nog niet eerder gezien. Ik ben wel met de heer Hoge ben ik het eens dat we ook het jaaroverzicht. Hopen we dat we die ook op tijd krijgen. En dat zeker ook een aandachtspunt die redenen van beëindigingen zijn. Dank. Dat was het rondje raad, eerste termijn. Commissie, moet ik zeggen, excuus. De heer Huizing, vraag ik dan. Ja, voorzitter. Uiteraard, en dat zat volgens mij in de brief zelf ook al, is het niet de bedoeling dat een half jaar rapportage over 2017, dat die pas in
januari 2018 klaar is, want dan kun je er niks meer mee. De heer Hoge gaf aan van nou, de bijsturing. Volgens mij moeten we op dat punt in ieder geval dan de verwachtingen meteen gaan temperen. Ik denk dat het met name van belang is, ook voor u als raad, van komen wij met ons budget uit. Of we kunnen bijsturen. We hebben toch de jeugdhulpregeling is zodanig dat wij gewoon de verplichting hebben om iedere jongere die hulp nodig heeft, om die hulp ook te gaan bieden. Dus of dat echt bijsturingseffecten heeft, dat weet ik niet. Ik denk dat de heer Blanke het goed verwoordde met zijn opmerking blij dat er iets ligt. Dat geeft meteen ook volgens mij aan ook, hoe wij erin staan. Dit is zeker niet de monitoring zoals wij die graag willen hebben. Wij willen ook graag dat volledige inzicht hebben. En waarom is hij er in deze rapportage, die halfjaarrapportage, nog niet? Nou, er zijn een aantal verschillende oorzaken voor. De belangrijkste is denk ik dat wij in 2017 gestart zijn met een ander inkoopmodel. Dat vereist ook dat er een heel berichtenverkeer, wat uiteindelijk heel soepel moet gaan lopen, maar moet op gang komen tussen gemeente en zorgaanbieders. En dat berichtenverkeer dat heeft wat aanloopproblemen gehad om dat goed te gaan doen. Er zijn ook zorgaanbieders geweest die blijkbaar nog gedacht hebben van dat komt allemaal wel. Langzamerhand is dat op gang gekomen. En wij hopen om binnenkort de monitor over heel 2017, om die ook aan uw raad te kunnen toezenden. En ons beeld in ieder geval, ik heb hem voor heel Drenthe heb ik dat beeld gezien, is dat het al een stuk vollediger is geworden. En dat we al een stuk meer inzicht hebben in wat gebeurt er nou echt daadwerkelijk. En dat ook die verschillen in de cijfers die we hadden, doordat in voorgaande jaren wij rapporteerden op basis van wat zorgaanbieders aanleverden, nu op basis van wat wij in onze gemeentelijke systemen hebben, dat ook een stuk dichter bij elkaar is komen te liggen. Dus dat we niet meer appels met peren dan aan het vergelijken zijn, maar steeds meer appels ook echt met appels gaan vergelijken en dus goede conclusies kunnen trekken. Dank u wel. Tweede termijn. Meneer Hoge. Ja, ik had nog een vraag gesteld waarom zorgaanbieders niet een terugkoppeling geven. We hebben 45% die worden beëindigd, die trajecten. Ik en onze fractie vindt dat percentage hoog. Waarom is er niet een simpele terugkoppeling van het beëindigen van trajecten? Want dat vinden we toch wel heel waardevol. Ja, zeker. Helemaal mee eens. Volgens mij moeten we dat in 100% van de gevallen moeten we dat weten. Dat is er niet. Waarom dat door zorgaanbieders niet gebeurd is, dat is overigens niet de enige reden. Er zijn meerdere redenen. Soms wordt het misschien helemaal niet geregistreerd. En laten we in ieder geval de conclusie trekken dat wij vanuit Coevorden, maar dat delen ook de andere Zuid-Drentse gemeenten waar we deze inkoop samen mee doen. Die deden dat ook met ons. Wij willen gewoon inzichtelijk hebben waarom een traject beëindigd is. En het liefst zien we daar natuurlijk dat een traject beëindigd is omdat de hulp niet meer nodig is. Maar ook als er andere redenen voor zijn, willen we dat gewoon weten. En dat is ook zeker gedeeld met zorgaanbieders. Oké. Okay. Kunnen we hiermee dit gesprekpunt afronden? Dank, heer Huizing. Dan besluit ik de bespreking over agendapunt 8. Dan gaan we naar agendapunt 9. De brief die hier ook is geagendeerd, die was geagendeerd ter kennisname over de evaluatie van het AZC Oosterhesselen traject. Vorige keer werd geconstateerd dat de informatie op IBAPS beschikbaar ongelijk was, of in ieder geval qua samenstelling niet overeenkwam met het schriftelijke materiaal. Of het er is. Dat stond niet online. Goed, er was inderdaad een discrepantie tussen het online en het fysieke materiaal. Dat is inmiddels natuurlijk opgeheven. Dus geen enkel beletsel om alsnog tot de vraag over te gaan. Hoe wenst u met dit onderwerp om te gaan? Het was destijds geagendeerd als met het voorstel om dat voor kennisgeving aan te nemen. Maar ja, het ligt hier nu ter bespreking. Dus ik kijk even rond of die behoefte bestaat. De heer Woltisch. We hebben geen behoefte
Ik denk dat het rapportage van de ombudsman wat ons betreft al heel helder was. Ik denk dat iedereen weet dat het begin niet echt heel erg verrassend was. Met die verstande dat we het er allemaal van geleerd hebben. En ja, daarmee is het wat ons betreft afgedaan. En ik denk dat het proces na de aftrap alleen maar op een hele transparante, eerlijke manier is verlopen. En waar alle burgers de gelegenheid hebben gehad om informatie te verkrijgen. En daar waar kon, de informatie is verschaft. Het is gegaan zoals het gegaan. En wat ons betreft kan het keurig netjes afgedaan worden. Dank u wel. Anderen? Ja, mevrouw Driehuis. Dank u wel, voorzitter. Ook wij hadden er vorige keer al geen bespreekpunt meer van willen maken. We hebben naar aanleiding van reacties van inwoners van Oosterhesselen er bewust voor gekozen om er niet meer op in te gaan. Omdat het zou kunnen leiden, zoals een inwoner van Oosterhesselen ons dat verklaarde, dat oude wonden weer werden opengereten nu de rust een beetje was teruggekeerd. Wat in onze optiek gewoon niet wenselijk is. Onze conclusie is duidelijk. Het gevolgde proces is geen voorbeeld van verbindend besturen. In de toekomst moet dat dus anders. En die aanbevelingen die in het rapport staan, die onderschrijven we dan ook. We roepen het college op om al het mogelijke te doen om het onderlinge vertrouwen te herstellen. Want volgens mij ligt daar wel iets om te herstellen. En daar is positief toekomstgericht denken voor nodig. En concreet roepen we het college op om samen met de inwoners van Oosterhesselen te onderzoeken op welke wijze het terrein van het voormalige conferentieoord te Klenken een definitieve invulling kan krijgen, passend in de wensen van de inwoners. Dank u wel. Anderen, de heer Slomp. Ja, richting het pak, als u uit Oosterhesselen de behoefte hoort om er niet meer over te spreken en u wilt daar gehoor aan geven, doe dat dan ook niet. Daar heb ik natuurlijk geen commentaar op. Anderen? Nee? Heeft de portefeuille de behoefte om... Nee? Oké, dan kunnen we volgens mij vaststellen dat inderdaad zoals oorspronkelijk bedoeld het stuk voor kennisgeving is aangenomen door uw raad. In ieder geval door deze commissie en ook niet leidt tot verdere afspraken. Dan zijn we bij agenda 10. De wat technische, prozaïsche onderwerp, verordening, naamgeving en nummering adressen, Koevoorde 2018. U gaat als raad over alles wat de verordening heet, dus vandaar dat hier het toch ligt. Wenst iemand hierover het woord te voeren? Ja, de heer Zuur. Nou, ik heb een vraag, voorzitter. Kunt u in twee korte zinnen uitleggen wat wij hier voor ons hebben liggen? In de sfeer van verwondering laat ik mij ook graag verwonderen en dat deed ik toen ik dit probeerde te begrijpen. Ja, technische aanpassing als gevolg van wetswijziging. En dan moeten wij onze verordening ook de juiste terminologie laten bevatten. Want het gaat over terminologie. Dus het is inderdaad absoluut saai. Maar het moet wel gebeuren. Zullen we het hier dan ook belaten, meneer Zuur? Goed. Kunnen we het dan afspreken? Ja, daar moet ik geloof ik nog iets van vinden. Hamerstuk. Hè? Conclusie kan er zijn, hamerstuk inderdaad. Hè? Omdat u er inderdaad als raad wel over gaat. Dus dan is dat de conclusie. Dan gaan wij naar het voorstel in zaken ontwerpbegrotingswijziging 2018, het Algemeen Financieel Kader 2019 en verder van de gemeenschappelijke regeling EMCO Groep. De heer Slomp. Ja, dank u wel. Ik heb een vraag over het Algemeen Financieel Kader. En dat gaat met name over bladzijde 5, over die tabellen. Daar zie je helemaal onderaan dat het aantal personeel in beschut werk oploopt. En in een paar kolommen daarboven zie je dat het aantal FTE in beschut werk gelijk blijft op 39. En dat is redelijk onverklaarbaar volgens mij. Dank u wel. Andere vragen richting portefeuille? In ieder geval. Meneer Brink, kunt u daar iets over zeggen? Het is wel een hele technische vraag. Het aantal beschut werk wat we verplicht zijn op te nemen is verwoord in die schijven. Maar hoeveel we werkelijk realiseren, dat weten we gewoon nog niet. Want wij hebben voor vorig jaar en dit jaar een opdracht waaraan we nu nog gewoon simpelweg niet voldoen. Omdat de normen die we die het UWV stelt, want die stelt de indicatie, zo enorm strak zijn. Dat verreweg het merendeel van de kandidaten die wij voordragen voor een indicatie afgewezen worden. Dus het vraagt nog heel wat spitwerk
om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden. Maar aan de andere kant is het zo, als ze er niet zijn, kunnen we ze niet maken. Is dit voldoende voor u om te kunnen besluiten of u het als hamerstuk wilt accepteren of wilt u een bespreekstuk van maken? Ik wilde nog een ander voorstel doen, als dat mag. Nou, ga de gang. Het antwoord van de heer Brink is weliswaar een mooi antwoord, maar verklaart het verschil in de tabel niet volgens mij. Maar ik wilde eigenlijk dan wel graag voorstellen om dit ook eens uitgebreid te agenderen voor een themaavond. Het is toch wel zeer ingewikkelde materie, EMCO, leerwerkbedrijf in de oprichting, beschutwerk. Dus ik zou denken dat het zich uitermate leent om dit ook eens wat verder toe te lichten aan de nieuwe raad. Dat kan ik me goed voorstellen, maar dan wil ik u ook tegelijkertijd voorstellen dat we het gevraagde voorstel wel doorleiden tot een raadsbesluit, want er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Ja, is het algemene gevoel dat dat kan in de vorm van een hamerstuk bij dit agendapunt en de gelijktijdige afspraak dat het onderwerp nog eens eventjes in het lijstje met thematisch interessante onderwerpen spoedig bij u terugkomt? Ja? Oké, dan doen we het zo. Dan zijn we daarmee aan het agendapunt 12. Er ligt een advies van de bezwaarschriftencommissie voor. Als het gaat om bestemmingsplanvaststelling, grondgebonden agrarisch bedrijf, burgemeester Holteweg in Dalen. En daar wordt een uitspraak van uw raad gevraagd. Wenst u daarover iets te vragen? Geen vragen? Moeten we daar beraadslagingen over voeren? Of zegt u eigenlijk hamerstuk wat ons betreft? Dat is het geval. Deze ook afhandelen. En dan hebben we het voorstel vanuit het Oversticht, onze welstandsorganisatie, de onafhankelijke welstandsorganisatie, om middels een voordracht een aantal commissieleden te benoemen. Het is niet zo dat u zich moet voorstellen dat onze welstandscommissie altijd over deze hele meute, dat het over deze hele meute mensen gaat. Dit is natuurlijk de pool die wel moeten weten dat u voor de gemeenteraad van, dat u als gemeenteraad van Koevoorde ermee instemt dat zij onderdeel zijn van het tot stand komen van welstandadvies. En dat zal zich uiten in een aanmerkelijk pragmatischere samenstelling van clubjes mensen. Dat even ter toelichting aan de voorkant lijkt mij wel wenselijk. Wenst iemand hierover het woord te voeren? Mevrouw Siebe. Dank u wel, voorzitter. De VVD neemt eigenlijk het standpunt in dat wij geen voorstander zijn van de welstandscommissie. We vinden het nog redelijk subjectief. Maar goed, volgens mij staat het in een verordening of is het wettelijk bepaald. Dus hebben we niet heel veel keuze om hier tegen te ageren. Dus kunnen we alleen maar zeggen dat we instemmen met het voorstel. Maar het punt is gemaakt. Ja, goed. Dank u wel. Anderen? Niet. Geeft dit de portefeuille nog aanleiding om er iets over te zeggen? Ook voor hem een kans, de heer Huizing. Ja, een hele korte voorzitter. Uiteraard, volgens mij welstand is altijd, zit daar enige mate van subjectiviteit in. De commissie gaat wel altijd op pad met een vrij objectief kader, wat u als raad ook heeft vastgesteld, namelijk de welstandsnota. En daar is de welstandscommissie toch aan gehouden om daaraan te toetsen. Ik weet dat in de vorige periode dat juist de aanleiding was om te gaan kijken van kan dat beleid niet anders, want moet dat kader niet anders worden vormgegeven. Ik zal niet gaan zeggen moeten we hier ook maar een themaavond overhouden, maar misschien goed om die uitkomst nog wel te delen ook met u als nieuwe raad, om daar ook vooral het voordeel mee te doen wat er uit dat traject is gekomen. Voldoende? Oké, dank u wel. Hamerslag bij de hamerstuk bij de raadsvergadering. Ja, dan doen we dat zo. Dank u wel. Dan zijn we daarmee aan het allerlaatste inhoudelijke agendapunt terechtgekomen. Verslag van de commissie van 20 februari, jongstleden. Wist iemand daarover het woord? Nee. Degenen die er toen al bij waren, die herkennen zich erin. Dus dan kan het worden vastgesteld. Dank. Dan zijn we toe aan de sluiting. Excuses voor de wat ongewone manier van een commissievergadering. Ik zei het al aan het begin, het is wat onwennig. Bovendien werd ik tijdens de voorgaande raadsvergadering onplezierig verrast door het bericht
dat de collega van Oldambt, Pieter Smit, plotseling overleden schijnt te zijn vandaag. En dat is wel een schok, want die kennen wij redelijk goed hier vanuit dit huis. En ik zeker. In die zin ben ik dankbaar voor de hulp die mij van de ervaren kanten is aangereikt om toch tot de conclusie te leiden dat we de dingen hebben gedaan volgens mij die we vanavond moesten doen. Dank daarvoor en we gaan over tot sluiting van de bijeenkomst. Er is nog gelegenheid om nog even na te praten en de eerste ervaringen met elkaar uit te wisselen. Bedankt, tot de volgende keer.